Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het Fox YouTube kanaal. En in deze video ga ik je laten zien hoe je door middel van het link online materiaal een super effectieve en super strakke Ronnie-rig kunt maken. Voordat ik dat echter ga doen, wil ik je wijzen op het feit dat je de hele maand nog kans maakt op een carperuitrusting van €1400. Het enige wat je hoeft te doen is in de comments van die video te laten weten waarom jij nou uitgerekend een nieuwe carperuitrusting moet krijgen. En wie weet sta ik binnenkort bij jou op de stoep. Oké, we gaan gelijk verder met de rig en ik zal je als eerste even laten zien welke producten je daarvoor nodig hebt. Om deze rig te maken heb je nodig het link onderlijn materiaal. Ik maak in dit geval gebruik van de 25 lb versie en dat betekent dat je daarvoor de small crimps gebruikt. Ga je voor de 35 lb, dan heb je de medium crimps nodig, dus die horen bij elkaar. Uiteraard om de crimps te krimpen straks heb je het crimp tooltje nodig, dus dat is een setje bij elkaar. Daarnaast heb je nodig de Ronnie & Spinner rigs, kun je uiteraard ook zelf maken. Mocht je niet weten hoe dat moet, dan kun je dat op ons YouTube kanaal zien. Anti-tangle sleeves, een aansteker heb je nodig, bolienaaltje, putty, een tooltje, beetvlos en natuurlijk pop-ups. Je begint met een 20-22 centimeter onderlijnmateriaal af te knippen. Het grote voordeel van deze manier van rigs maken is dat je heel efficiënt om kunt gaan met je materiaal, omdat je bijna geen materiaalverlies hebt. Je brengt als eerste het onderlijnmateriaal door de sleeve heen. En omdat we nu een eenvoudig lusje maken, mag die ook gelijk weer terug. We hoeven niet een hele grote lus te maken. Het is maar voor de connectie. Dus nu zie je op deze manier dat hij er doorheen loopt. Dan pak je het tooltje. En op het tooltje zie je de S en de M. Uiteraard staat dat voor de small crimps en de medium crimps. Dus kijk goed welke je daarvan gebruikt. In dit geval hebben we, zoals ik zei, de small crimps. Voordat je gaat krimpen is het heel belangrijk dat je goed kijkt dat de sleeve in het midden van de tang zit. Dat die niet te ver aan één kant uitsteekt. Als je hem goed hebt zitten en je weet ook dat de lus aan deze kant niet dubbel zit, ook daar moet je uiteraard goed op letten, knijp je hem één keer goed hard in en dan zit hij. Dan pakken we een anti-tangle sleeve, die gaat er hier overheen en die gaat uiteindelijk ook hier overheen. Dus je ziet, dit is de achterkant van de rig. Dan herhalen we het stukje voor de voorkant en uiteraard gaat daar de Ronnie-rig op, dus die komt in de plaats van de lus. Deze weer dicht. Zorg er wel voor dat die aan deze kant er uiteraard weer uitkomt, dat je echt een volledige lus hebt gemaakt. Als je dat hebt gedaan, gaat ook deze gekrimpt worden. Wederom check je of de crimp mooi in het midden van de tang zit, dat is in dit geval het geval. Daarna check je of de lus niet dubbel zit, want uiteraard helpt dat ook niet. En als die helemaal goed zit, knijp je deze ook weer goed in. En dan is de verbinding klaar. Zoals ik al zei, je mag hem op de platte kant best een beetje recht knijpen, maar in principe niet meer te veel aan doen. Want hij is gewoon goed nu. Zoals je ziet is de rig in principe klaar. Alleen nu heb ik nog een bochtje erin. En daarom heb ik het tooltje hier. Ik gebruik in dit geval mijn tang op de andere kant. Maar je kunt uiteraard ook nog een ander tooltje gebruiken. En je zult zien dat als je dat gedaan hebt, dat die boom section, zo heet dat, heel mooi recht loopt. Voordat we de pop-up gaan doen, breng ik aan de achterkant van de rig hier een heel klein beetje putty aan. Dat zorgt ervoor dat de rig heel mooi op de bodem ligt. Ook als hier bijvoorbeeld tussenin misschien iets van vuil zou liggen. Dan zou die altijd de contouren van de bodem goed volgen. Dan kunnen we nu de pop-up erop gaan doen. De beetvlos gebruik je om op de volgende manier, zeg maar, de pop-up door te rijgen. De pop-up trek ik altijd een heel klein beetje in de wortel, maar niet te veel, want hij moet goed kunnen bewegen en goed kunnen draaien, zoals je ziet. Uiteinde kun je eventueel trimmen. Ik doe dat meestal zo. En vervolgens met de aansteker brand je het een stukje weg. En zo bevestig je de pop-up feilloos op de rig. Nu komt het neer op het mooi uitloden van de pop-up. Voor mij hoeft die, als ik heel eerlijk ben, niet perfect uitgeloot te zijn. Mag die best een beetje overgeloot zijn, zoals dat heet. Maar uiteraard moet je ervoor zorgen dat de pop-up mooi op de bodem staat. Dat is alles. Met een paar stappen en een klein beetje krimpen met het nieuwe link onderlijn materiaal heb je binnen no time een super strakke en super stevige Ronnie-rig gemaakt. Met een mooie fluorocarbon boom section. Succes ermee! Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je vooral niet te abonneren. Zeker niet omdat je tot het einde van februari kans maakt op die mega mooie visuitrusting van €1400.
Ik zie je heel graag de volgende keer weer terug.